Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom. Voordat de video begint, even een kleine disclaimer. Namelijk, mijn audio was nog niet helemaal compleet goed zoals ik het wilde hebben. Dus vandaar dat als ik bijvoorbeeld lach, dat de audio heel raar klinkt. Maar verder is het gewoon een hele leuke video. Abonneer allemaal even zekertjes. We hebben inmiddels al 101.000 abonnees. Als je nou echt nu net abonneert, zeg dan even in de comments. Hey, makkers, ik ben vanaf nu net geabonneerd. En dan zou ik jouw reactie proberen een hartje te geven. Maar veel plezier met kijken. Geniet van de video en doei! Oké, nou, ik zou met Gerard af gaan spreken. Maar moet ik Gerard wel vinden? Hij was voor het laatst natuurlijk op Lokkenpark. Dat zal hij nu wel weer zijn. En anders bel ik hem even. Dat is natuurlijk geen probleem. Moet oppassen met door rood rijden hier, want er is natuurlijk politie. Oh, ik kom die man ook altijd tegen. Oh. Meneer. Ja? U staat op de weg, hè? Ik kwam heel langzaam aanrijden zo. Ja? Meneer, het is een beetje levensgevaarlijk als u hier op de weg staat, meneer de agent. Kijk, wat deze meneer zegt. Wacht. Ja, huh? Maar dan over jou. Hoezo? Ik zit met mijn auto op de weg. Ik heb het over jou, meneer de agent. Gerard die doet levensgevaarlijk daar. Die rent over de weg nu. Dat klopt. Gerard is altijd levensgevaarlijk. Dat ja, maar daarom ben ik ook zo rustig. Ik zou hem met hem afspreken. Wat een dikke bak dit toch. Nou, succes. Domme man. Hey, zou ik anders mijn hoofd op de toeter gooien? Ja, doe maar. Hou je bek, Jordi. Hij heeft te veel knoflook gegeten. En we gaan even door Ede. Dankjewel voor de... Nou. Dankjewel voor de leuke dag. Deze auto is jou wel een beetje te min hoor, moet ik zeggen. Hey, wat is dat? Oh nee, nu zit ik zo. Oh nee, nee, nu gaan we dit halen. Oh nee. Oh. Ik vind nou, kom Jeroen, we gaan er vandoor. Hey, we gaan er echt vandoor. Dankjewel. Dankjewel, jongens. Ik wil dat je rustig gaat om met mijn voorruit. Je moet iedere keer op de toeter drukken. Hé, hey, hou op! Hou op! Wat een bof. Hé, ik ga het zo apart en anders ga ik rijden. Nee, ja, hier, pakkers. Zullen we een boete uitschrijven voor een nodig toeteren? Ja, nee. Nou ben je klaar mee. Oh, wat? Hey, uitstappen nou! Ik kom niet weg! Nou, oké, dan gaan we maar gewoon in. Ga maar zo! Nou jongens, fijne dag! Hey, een fijne dag hè! Marcus, ik pak het stuur over hoor! Hou op! Hey, ik ga Gerard wel ophalen, oké? Okay? Nou, we gaan naar Gerard toe, dus daar staat hij. Gerard! Hey joh! Ik ga je stoppen. Hey, ouwe dikzak. Stap in. Heb je Willem gedropt of zo? Ja, die heb ik achtergelaten voor jou. Nou, dat is ook sneu voor Willem. Nee, ik vond zo sneu altijd voor jou de laatste tijd. Wat ga je met mij doen? Ik wil een leuk dagje in jou bezocht. Kijk, het is misschien al bijna jouw einde, weet je. Je bent zo oud natuurlijk. En ik kan ook al een beetje vrolijker zijn. En ik voelde me de laatste tijd een beetje schuldig over hoe ik jou behandeld heb. Dus, en ik denk, weet je, jij bent toch binnenkort dood. Dus ik dacht, ik doe wel gewoon een leuk dagje met jou. Dus eerst wil ik me even omkleden en helemaal gewoon een open outfit voor je aandoen. Hoezo? Ja, gewoon. Maar hoe was het bij hoe heet je bedrijf ook weer? Natural. Hoe was het daar? Ja, wel goed. Toos vertelde laatst ook iets over een groene man. Een groene man? Ja, dat was onze grote concurrent. Bas, ja, hij is inmiddels failliet gegaan helaas. Ja, doei. Willem, kijk mijn mooie outfit. Wat? Wat vind je van mijn outfit? Willem, ga even kijken. Je bent net een babygozer. Wat heb je met je lichaam gedaan, man? Ik lijk op baby, hè? Je lijkt echt net een baby. Je lijkt meer op iemand die uit zo'n inrichting komt. Ja, ik ga dat ding weer van mijn kop afdoen. Gerard. Nou, kijk, Gerard. Zal ik dan ook kromlopen? Ga je ook kromlopen? Ja. Wel even op X drukken. Hoe lang hou jij het vol om de hele dag zo krom te lopen als dit? Omdat ik niet recht kan lopen, man, niet in jou. Jouw rug kan gewoon niet recht. Nee, ik doe mijn best, maar het is allemaal zo versleten. Het ziet er niet uit, joh, deze outfit. Oh, zo loop jij... Doei. Nee, Gerard. We kunnen wel mensen voor de gek houden. Ja, dat kunnen we zeker doen. Wat we kunnen doen, hè? Ik bel de politie. Ze komen naar me toe, ik sla ze, dan gaan ze achter me aan. Ik ren een steeg in en dan kom jij precies op dat moment een steeg uit. En dat ze mij dan achterna gaan rennen. Of nee, dat ik dan juist met mijn rug een kant op weg, maar wegren. Want ze dat de goeie zijn? Om op die manier de politie zeg maar te foppen gewoon. Zullen we maar proberen? Ja, dat lijkt mij oprecht wel heel grappig. Doe wel bij Blokkenpark, daar is lekker druk.
Ik zie er niet uit, man. Ik weet niet waarom ik dit doe. Dat is toch mooi, man. Kijk, ja, aangenaam. Dit is Gerard. Ik snap niet hoe jij het volhoudt om de hele dag zo krom te lopen, Gerard. Omdat ik niet anders kan, man. Hoi, meneertje. Hallo? Oh, je bent hier, Gerard. Kijk, nu is het zover. Nu gaan we niet achtervolging starten. Oh, maar waar gaan we... We gaan het plan doorzetten, oké? Doe ik hier links, zo. Doe het hier. Okay, ren je het hoekje om? Jij stapt uit, ik ren het hoekje om. Nee, ik stap uit, jij blijft rijden. Ja, oh. Goedendag, heren. Hoi. Deze, hij rijdt hier. Hij rent weg. Kijk, daar gaat hij. Blijf even staan, meneer. Oh. Hallo. Blijf even staan, meneer. Blijf even staan. Hé, meneer. Ze hebben hem. Renna, ze hebben hem. Ze hebben open Gerard. Oh, nee. Blijven. Omdraaien. Ja, omdraaien. Jij ik ben er al. Ik ben geboeid. Waarom renden jullie weg, heren? Nou, omdat we wouden uittesten. Als ik dan een hoekje om ging rennen, dat jij dan achter hem aan ging. Dat ik het hoekje om kon rennen. Ja, ja. Maar u heeft grijs haar, u heeft een baard en geen grijs. Ja, maar hij wil niet schilderen. Oké, dan Gerard noemen we zo meteen, ga ik me wit verven, oké? Jij gaat kaal. Nee, niet kaal, ik ga wit. Oké. Maar hoezo wil je het goed maken met mij dan? Nou, omdat jij zei dat je een beetje verdrietig was dat ik de laatste tijd niet zo met jou bezig was en met die smoothiebedrijven zo. Maar ik wil wel een keer mee met de smoothiebedrijven. Ja, wil een keer mee met smoothiebedrijven. Ja, maar het is met Willem. Een heel geheim smoothiebedrijf is het. Maar ik wil je wel een keertje meenemen, oké? Jezus. Van achter zie je het verschil niet. Dat is het erge. Hey, op zich ziet het er wel prima uit. We kunnen weer. Ja, maar is Willem er? Weet ik niet. Bel hem. Ja, bel Willem en vraag aan Willem. Of Gerard, een keer mee mag naar het smoothiebedrijf. En dan verrassen we Willem dat ik ook als jou eruit zie. Ja. Oké, wacht, dat hij eerst, dat ik met mijn rug naar hem toe sta. We gaan mensen gewoon preken. Dat ik met mijn rug naar hem toe sta, dan komt hij op me aflopen. En dan zegt hij, hey Gerard, en dan draai ik me ineens om, oké? Ja. Ja, spreek maar Willemend. Hey Willem, Gerard, ze klinkt heel stom, maar Gerard wil even met je afspreken. Prima. Ja? Ja. Hij wil afspreken bovenop de rode garage. Oh. Ja. Weet je nou? Dat is prima. Ja. Ja. Ja, ik hoef het zich af. Ik hoef er niet specifiek bij te zijn, maar... Oké, okay. Ja? Dat is prima. Oké, okay. Dan ziet Gerard jou zo meteen daar. Gerard, je kan naar de rode garage, zegt Willem. Oké. Ik ben onderweg. Hij is onderweg, zegt hij. Oké. Joejoe, tot zo. Oh mijn god. Ze staan hier al. Doe maar niet. Ik bel hem wel. Dat is wel heel raar. Dit vind ik wel heel... Ja, spreek wederom met Willem. Oh, wacht. Hoe sta je... Dit is grote toeval dat jij hier al staat. Ja, Willem staat op het dak met Piet. Hoe lang stond je hier al? Een tijdje. Aan het genieten. Hoe kan dat dan? Dat is dat voor zieke toeval? Dat is oprecht toeval dat ik hier weer af wilde spreken dan. Dat zal wel zo zijn, Plas. Nee, echt serieus. Dat zal wel zo zijn. Dat was dat ik langs reed. Wow, dat vind ik echt eng. Maar wacht, komt ie hoor. Hang maar op. Ik heb een verrassing. Oké, wacht. We doen hier. Zeg maar, Gerard wil hier met je afspreken. Dan fluit ik. En dan ga ik met mijn rug naar hem toe. Jij blijft in de auto zitten, met je hoofd naar beneden. En dat hij dan hier komt... Wacht, ik ga wel liggen. Doe maar. Oké, dan stap ik uit. Ja, goed zo. Dan stap ik uit. Dan zwaai ik naar hem, roep ik hem. Ga ik met mijn hoofd die kant op kijken. En op het moment dat hij denkt dat jij het bent, ben ik het ineens, oké? Oké, dan moet je eerst niks zeggen. Dan gaat hij zeggen, hey Gerard. Ja. Oké, komt hij. Komt hij nou niet hierheen? Ik weet het niet waarom hij niet komt. Zeg dat hij hierheen moet komen. Ja, maar dan ziet hij dat ik mijn mobiel in mijn handen heb. Ja. Plakkes, daar reed een 3-serie langs. Een 3-serie? Waar? Een 3-serie. Ja, zojuist op de top van de garage. Ik vertrouw er helemaal niks van. Ben je aan het fucken met Willem? Ik ben niet eens op de garage. Ja, Gerard is nu boven op de garage, maar geen idee wat hij aan het doen is. Ja, loop maar even naar hem toe anders. Ja, hoezo naar hem toe lopen? Ja, weet ik veel. Geen idee. Nou, vooruit. Hij komt eraan. Gerard. Dit ga je niet menen. Dit ga je toch niet meenemen? Oh, er zit een bananensplitter! Ik weet niet, ik vind dit gewoon veel te grappig. Dit ga je toch niet meenemen? Willem, zit een bananensplit! Jij eikel! Maar hoe? Ja, maar... Het moment dat je zei, Willem, kon ik het niet meer houden. Toen kon ik het echt niet meer houden. Hij was wel leuk, hè? Ik weet niet trouwens wie die andere auto was, maar... What the f... Ik weet wel... Ja. Dat vinden wij dus zo eng. Ik weet dat ik dit heel leuk vond. Wat zei je toch? Wat zei je? Nee, we hebben daar met iemand gemiet. Meneer, u werkt dus ook bij het bedrijf waar hun werken? Nee, Piet werkt niet bij het smoothiebedrijf. Die is meer een af en toe een stageganger. Ja. Je hebt wel een heel diepe stem voor een stageganger, moet ik eerlijk zeggen. Hé, wat vond je Willem? Ja, Willem. Het was een beetje een rare wending. Had je het verwacht? Nee. Dat dacht ik al. Maar vond je het leuk? Willem vond het zeker leuk om Piet genoten. Hoi! Hey, hier kan je op of niet op dat ding hier. Nee, Gerard, nee, dat kan niet. Dat red je niet. Want hier ga je niet op het randje staan, je spring je gelijk overheen. Over dit randje.
weten Willem. We nog niet zo zeker. Probeer dan, Willem. Gaat wel, en als zit je erop, wat dan? Hoe wil je terug? Oh, dan moet je hieronder erin springen. Dan kan je zomaar de verdieping hieronder weer springen. Nee, ik weet het. Nou? Als die auto eventjes zo gaat staan met de neus... Dan kan nee, met de rug aanloop... juist. Met de rug. Je zou, als je wilt, dat zou je redden. Die sprong. Ja, maar als ik in de neef val, ben ik dood. Kom op, Gerard. En daarna de verdieping hieronder. Dat gaat niet goed. Willem zet €5 in op je. Hij is dood. Oh nee, ik ga wat naar hem toe. Oh mijn god. Hey Willem, ik spreek je later. Doei. Hij kan het ook natrouwen, hij is wel oud. Oh, Gerard. Gerard, gaat het met je? Gerard? Weet je hoe hoog dat was? Ik denk dat ik al mijn rugheuvels heb gebroken. Oh, moet ik de ambulance bellen? Ja. Oh jee, ik bel de ambulance. Oh, Gerard. Ik bleef hangen met mijn veten. Ik zag het. Ik heb een melding verstuurd naar de ambulance. Gerard, gaat het met je? Nee. Ben je wel op je voeten gevallen, dat op je benen Gerard. Gebroken zijn? Oh god, ik zie dubbel. Kan je helpen? Hij is van het gebouw gevallen. Hoe krijg je dit voor elkaar dan? Nou, weddenschap. En het is fout gegaan. Gelukkig zag ik hem wel op zijn benen vallen. Dus volgens mij zijn zijn hele benen verbrijzeld. En ik weet niet, misschien een beetje zijn rug. Mijn rug niet ook. Oh. Heb je toevallig ook een tijdbommetje? 10 minuten. Meneer? Ja? Ik heb helaas slecht nieuws. Ja? Over 10 minuten is hij er niet meer. U kunt nu afscheid nemen. Oké. Okay. Nou, Gerard? Ik word gebeld door Toos. Door Toos? Oh, stuur hem maar hierheen. Ik moest van Marcus naar beneden springen. Dat Marcus, was niet waar. Nee, ik leg het zo uit. Hé, hey, Gerard! Kijk! Gerard, hoe is het, jongen? Toos? Kijk, in het ergste geval moeten we een lijkenwagen regelen. Oh, dat komt wel goed, joh. Zal ik een lijkenwagen regelen? Ik leef nog! Ah, dan ligt hij wel veilig in een kist. Ja, ik regel wel wat. Kom maar goed. Ik weet wel iets. Wat ren je ook echt ontzettend traag als Gerard, hè? Gerard heeft zo'n traag loopje, maar ik moet even een lijkenwagen regelen. Nou, hè, we zijn er met de lijkenwagen van Gerard. Oh, je past ook gewoon niet onderdoor. Ah, het past net aan. Allemaal. Zo, hoppakee. Oh, dat is de lijkenwagen. Ja, ik heb de lijkenwagen, jongens. Oh. We kunnen je vervoeren naar de begraafplaats. Ja, wat is er? Ja. De ambulance was toch eerder. Oh, die was toch eerder? Ja, de lijkenwagen was niet nodig. Oh, ja, ik heb helemaal een lijkenwagen gepakt. Ja, en ben jij snel oud geworden, joh, Marcus? Ik wil nog één ding zeggen. Ja? Lijkenwagen ziet er anders uit. Ja, maar Gerard, ik dacht Gerard hoort wel bij het afval, weet je? Ja, daar ben ik. Ik heb het net ingeschreven voor het gesticht. Ja, daarom. Je broek te poepen natuurlijk, hè? Luxe hebben het lijkenwagen wel. Ja, Gerard, die brengt gelijk weg straks naar het afval. Dan wachten we hier even op open Gerard. Zo, kijk wat de lucht hieruit komt aan de bovenkant. Zet hem maar neer, ik rijd al, je mag op mijn stap. Kijk, zit ik een keer voor in de auto in plaats van achterin. Dat is ook bijzonder. Waar is die ambulance eigenlijk? Ach, arme Gerard. Ik zei tegen hem, spring vanaf het dak op dat billboard. En toen zaten zijn veters vast. En toen struikelde hij naar beneden. Ja, hij gaf mij de schuld net. Hij gaf jou de schuld? Ja. Hoezo? Ja, dat ik hem eraf had geflikkerd. Nou, misschien heb je dat ook wel gedaan. Ik kom eraan. Oké, meneer, waar is de afdeling waar ze mensen die ziek gaan op een ziektebed neerleggen? Op een doodbed? We gaan hem op de röntgenafdeling leggen, omdat hij 2 gebroken benen heeft. Oeh, welke afdeling is dat? Dat is hier recht. Ja. Dus meneer, als u even de kamer uit zou willen gaan, dan er komen nu gevaarlijke... Kom maar. Dat snap ik. Gerard, je gaat dood. Het komt helemaal goed. Oh, dan kunnen we kijken naar Gerard. Gerard, het komt helemaal goed. Hoor je mij? Klik nu op een knopje om te praten. Hey, makkers, wat plakkers, wel lullen. Gerard, ga nog even op tafel liggen. Niet eraf. Oh. Oh, ja, lekker. Nou, dat was een goed shot. Ziekenhuispersoneel heeft het al gehandeld. Nou. Hoor je dat, Gerard? Je bent al fictief behandeld. Zo snel als het gaat hier. Ik heb even getest. Zijn rug is weer goed. Top. Je spreekt met opa Gerard. Hoi Gerard, met Toos. Hey Toos. Alles goed? Ik vind je echt een stom persoon, Toos. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Ik ben Gerard. Oh, ja maar, en nu? En nu wil ik met je afspreken om het met je uit te vechten. Dan zeg je tegen mij dat je niks meer met me te maken wil hebben. Dan zeg je dat je het uit wil vechten. En dan zeg je ook nog dat ik kaal ben. Ja, maar dat laatste klopt ook. Kijk, deze auto is van mij. Kom, we moeten instappen. We moeten Gerard naar zijn begraafplaats brengen. Naar zijn graf. Toos, zo jammer dat Gerard is overleden. Ja. Aan die, zonde. Aan die val van het dak, helaas. Had die agent hem zomaar geduwd? Ja, die agent heeft hem gewoon naar beneden geduwd. Kijk, je ziet ook wat voor somber weer het gelijk is. Ja. Ja, jammer. Maar op zich is het wel gezellig dat, op zich is het wel gezellig dat Gerard nu niet meer is. Ik vond hem toch nooit zo leuk. Dan ben je oude lul of zo, weet je. Ja.
Dus nu kunnen we lekker dingen met z'n tweeën doen, Toos. Ja. En dan gaan we verder met ons leven. Ja. Ik ben echt dood. Het is net alsof Gerard er nog steeds is. Je hoort nog steeds dat stomme gordelbelletje. Het is net alsof hij nooit weg is. Hallo! Nou, we zijn er hoor. We gaan het lijk even dumpen hier. Ik ben echt dood. Til jij hem op, Toos? Stil hem samen op. Oh, het lijk loopt al mee. Top. Oh, dat is nog beter. Kijk, hij rot al zo lang dat hij zelf meeloopt. Maar ik leef. Kom, breng hem even naar het graf. Zo jammer dat hij... Nou, jammer. Op zich wel leuk dat Gerard dood is. Wat, waarom heb jij Gerard sneren? Wat? 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 Ik versta je niet. Ik zeg, waarom heb jij Gerards kleren aan? Wat? Wat? Waar is dat graf? Ik weet toevallig, hier is een graf. Hier. Hier ja, hier hebben we een keer ook iemand anders begraven die ik kende. Oh, oh. Oh, oh. Nou, twee keer vliegen in één klap. Nou, dumpen we Gerard even, kruiwagen erbij. Nou, hij is gewoon echt dood. Het is zo koud hier op de grond. Maar heb jij nog een laatste woordje, Toos? Nou ja, ik hoor hem nog wel een keer vooral, dan lijkt het wel. Wat? Wat? Hallo. Gerard Hallo. Is dood. Heb jij nog een woordje voor Gerard? Maar ik leef. Wat? Wat? Heb jij nog een woordje voor Gerard? Hallo. Ja, heb ik nog. Oké, vertel wat je wil zeggen. Het lijkt me ook alsof hij nog een beetje brabbelt. Hoor je dat ook of niet? Ja, maar dat zijn spasme-natrekjes. Dat zijn spiertjes. De spiertjes die hoor je. Die blijven doorgaan als je dood bent. Gerard, hou je mond eens. We willen een laatste woordje voor je doen omdat je dood bent. Je bent dood. Nou, Gerard, ik voel het wel lul. Ik ga vanaf nu overnemen. Ik ga de hele wereld overnemen. Doen alsof ik Gerard ben. Vanaf nu loop ik ook. Ik maak nog een foto van hem. Wil je nog een foto bij Gerard? Oké, kom maar. Ga maar. Ga erbij staan, leuk. Oké, ja, dat is goed. Rijd wel erachter, anders zie je Gerard niet. Gerard, kun je ook even een duimpje omhoog doen? Sleep voor de foto. Sorry. Oh, die was nog niet goed. Blijf zo zitten. Nou, lachen voor de foto, jongens. Nou, ja. Dit zijn toch leuke foto's, dit?